Nou, begin maar gelijk met de nieuweling, Matthijs. Vorig jaar beste blokkeerder van de Eredivisie, dus daar zijn we heel erg blij mee. Ties is gebleven, is helaas. Het zal tegen goed aan de revalideren om vervolgens zo snel mogelijk weer aan te haken bij de groep. Even kijken in nummer 3. Ik heb het nog niet bij Rustin natuurlijk. Ook blij mee dat hij als een van de eerste vorig jaar heeft gezegd dat hij een handtekening zou zetten. En daaruit komt het team opbouwen. Nummer 4, nieuweling. Arnold. Zijn broer bij Vokasa kunnen strikken. Die speelt in de Heer 2, een beloftevolle jongen, dus daar zijn we ook erg blij mee als vereniging. Dan zijn we nu bij Imre, nummer 5. Ook ondertussen blijft mijn collega blij dat hij opgeleid is. En nummer 6 is Delano. Mijzelf gebeld om te mogen komen spelen hier. Nou, hij straalt enorm ambitie uit. En, hij gaat gestaag in kwaliteit omhoog. Dus dat is mooi om te zien. Nummer 7, Job. Daar zijn we blij mee dat hij gekozen heeft voor Vokasa. Nummer 8, Koen. Ja. Ik kan Koen zeggen. Ik ben met onze eigen jeugdkoor. Zeker. En een zeker stabiele factor ook in het team, vind ik ook. Nicolas Bouchot. Hij heeft ambitie weer om naar het Australisch team te gaan. En voorwaarde daarvoor is dat hij in Europa moet spelen. Hij heeft al 2 keer in Europa gespeeld. En erg blij dat we hem na heel lang zoeken, met heel veel video's gekeken. Waar Frank Benne ook een heel groot aandeel in heeft gehad, hebben we kunnen halen. Dus dat is mooi. Dat is mooi bij deze week. Joris, we gaan ook verdienen. Voordat van dit jaar is al de tweede fase naar in de praktische plek. We doen de fase Joris en de Libro. Dus dat is dan een voordeel om de tussenpunt te kunnen op voor te huren. Hier en daar nog wat andere techniek aan te leren, maar dat gaat zeker. Ja, nummer 11. Prima. Dat hij erbij is, maandje van alles. Heer 3 trainer, de talenten van Heer 3. En door de krachttraining bij ons leidt hij. Hij is Libro, kan hem ook nog inzetten als paarse loper. Dus fijn om hem erbij te hebben. Onze aanvoerder, nieuwe aanvoerder. Ik ga dan naar de zuur. Ik ga nog, maar we krijgen getraind in de zomer. En hij is nog niet volledig op pasta, maar onze manager, teammanager, is gebleven. Zoals ze zelf zegt, voor mijn jongens.
ben super blij mee dat ze nog een jaar is gebleven. Misha, wil je op de voor komen? Heel blij mee dat hij bij de stad is. En een nieuwe man, Michiel, Michiel Bakker. Ik ben blij dat we kunnen spreken van deze job. Met zijn enthousiasme en zijn plezier. Voor de jongens een zo hard gestolen. En kunnen we al niet meer zonder. Dus ben ik erg blij mee. Nou, dat was hem. Ja, en dan natuurlijk de nieuwe trainer Erik Gras, dus je moet natuurlijk ook even een rondje maken.